Hey Jordi, kreeg ik hier plots zin voor op speeltjes te zitten? Dat moet je gewoon doen. Zal ik dat ook op mij? Op de slierbonen, ik weet het niet. Ik kan op de slierbonen gaan. Zullen we dat eens scheren? Ja. En we gaan het goed doen, we gaan via de touwtjes naar boven. Ja. We gaan echt de wilde meisjes met daarin. De witte kindjes mogen daar open. Lukt het? Oei, oei. Nog een keer vol naar beneden. Dat komt niet goed, hè? Zeg, mag dat je tegen Van Hoenen boven zit? Wat kan ik doen, hè? Hé, jongen. Ik ga naar beneden komen, hè? Wacht, hè? Dat is een probleem. Zeg, de slierboot is de andere kant. Maar ik ga er niet boven. Van de moeilijke weg, de makkelijke weg gewoon niet. Soms is de moeilijke weg beter. Zijn precies een hap, hè? En nu? Jomo, Jordi, dat gaat niet lukken met je rugzak, hè? Wat kan niet lukken? Wacht, hè? Het is weer gelukt. Ik wil nog een keer. Jordi voor de tweede keer. Ik probeer de moeilijke weg te pakken. Papa, Maria moet even gaan. Kom! Was ze dat hier de toe aan ding? Ja, zeg wel. Dat is het wat geir hoor. Als je daarop neerlegt, is precies op je voet naar beneden zit en je kop is nog boven. Dat is het wat geir hoor. Maar hey, ik heb nog het wel leuk voor te spelen. Ah, wat hè? Nog hè? De paardjes. Wow. Ippe, ippe. Ippe, ippe? We zullen daar eens vier. Maar kijk, nou echt op die paardjes. Maar nee, voor mij moet je dat niet doen. Maar we zullen Jordi op zijn bek zien, joh. Wat kan ik... Allee, put het in de comments, zou Jordi haar op zijn bek zien. Ik denk dat dat kindvriendelijk is, hè. Nee, dat lukt niet goed, hè, precies. Nee, nee, nee. Dat is niet voor mij gemaakt. Nee. Dan mag ik niet opkruipen. We gaan hier een keer backstage, hè. Niet vol, dat is hier levensgevaarlijk. Ik laat hem hier al binnen met mijn mullen. Dat is hier wel schone gemacht weer, hè, hier. Zit ik er hier af, zeg. Gasten, we zijn backstage, hè. Ja. Nee, de Mark Twain. Helemaal alleen aan het vissen. Ziet dat af. Ze noemt dat een beetje zenuwachtig. Kijk, hier ligt de rum, verdorie. Potverdikke. Rum. We hebben maar een heel dag zoeken achter die rum. Waar is de rum? We vingen hem hier. Maar hoze, schone weggestoken tussen de bossen. Ze zijn hier gekampeerd, kijk. Pocahontas had hier gekampeerd. Het zal wel zijn. Want ik kijk niet. Het is weer domein. Nou, hier zie je het wat we nog nooit gezien hebben. Die totempalen. Komt recht uit de films. Oh, zeker? Wat was dat? Heb je dat ook gehoord? Dat is een boot, hè? Wat is hij er aan toe? Zie je, Pocahontas had hier gekampeerd. Kijk, Miko! Dat is hem. Ja, Jordi, waar zie je er hier eigenlijk? Kan ik, kom je er hier niet veel? Hè? Dat is hier meestal altijd gesloten. Als je de kaas krijgt van mijn Pocahontas Indian Village Playground te gaan, moet je dat zeker een keer doen. Of dat je op de glijbaan ja, of dat, like Jordi, dat, juist, dat had je dat juist in beeld gezien. Ja. Dus dat was fantastisch weer. Hè? Ja. Dat is de privé-stuntshow van een Jordi, dat moet zeggen. Zou wel zijn.
Ik moet een keer van boven naar beneden gaan. Van boven naar beneden? Ah ja. Maar is net nog maar juist mijn poepen gezien. Ja. Als je het wat anders wil zien, moet je deuren winnen. Dan gaan we ze een beetje een hamburger gaan eten. Dan kun je Jordi zien die hamburger. Nee, veel heeft die hamburgers aan het fretten is. Ja, ook. Ik ga een keten eten. We moeten er weer een timelapse van maken. Dat is ook gedaan. Maar we gaan hem nu een keer achterstevoren afspelen. Dan meteen weer tussen monden. Ah ja, eigenlijk. Dat is nog gisteren. Kijk eens, Jordi, wat dat erdoor passeert. Zeg. Oh, dat is een de boot. Riverboat. De Molly Brown. Nee, ja. Is het ja. Hey. Hey, het ziet er geen aan. We zijn weer niet populair, hè? Nee. Ze zien ons nog niet staan. Nice. Oh, jawel. Jan, twee. Ja, jongens. Dan dus ja. De hele boot, het zit maar één, twee te zwaaien. Ja, hé. Dus wat je onder daar juist gezien hebt, dat staat hier allemaal in dat gras. Staat hier de totempaal ook. Je kunt dat hier komen bekijken. Dus en hopelijk is het niet gesloten als je hier zit. Dus ja, hé. Hey. Dat ik kijk eens zien. Kijk naar de boot. Hey. Mensen zien aan het zwaaien. Even het daar een beetje verwarmen. Ja, niemand zit er te zwaaien. Ja, hé. Hey. En een prachtig zicht. De zijkant van Big Thunder Mountain, Jordi. Dan is je controleerd. Ja, hé. Ja, maar zo gaan we wel misschien gooien. Wat de werklichten liggen nog aan, hè? Ja. Dus je is aan het werken aan de ontploffingen. Stel je voor, de rook. Misschien de eerste rit dat werkt. We kunnen hem nog maar één keer werken geweten, de ontploffing. Kijk mensen, een zicht dat je zelden te zien krijgt van op de vloer. Alleen maar van op de boot meestal. De zijkant van BTN. Ja jongens, als je wilt pintrading doen, het is het moment. Het is niet druk. Het is maar 2 uurtjes wachten. Oh, ik ga daar staan aan dingen door waar Mickey Mouse staat. Kijk Jordi, wat ga je heen? Kijk. Chicken tonight. Oh ja. En voor mij een hamburger. Oh ja. Maar misschien gaan we reserveren naar elkaar. Oh, excuseer. Gaan we bevetten. Oh, maar nu krijg ik wel de rammeling van doen. Hè. Zijn er menu's over hier? Gaan ik even doen. Waarom pees je dat? Yes. Ach, ze is verkeerd. Zeg ik, is het hier er gekomen? Nee, het is 14,99 voor een hamburger. Het is 60 zeker, hè? Ja, het is 60 gebleven. Ja, een hamburger is dierder dan een afkeken. Inderdaad. God, ja, ik ga een afkeken eten, hè. Ja. Oh, hier, dat is ook zo goed. Dat ziet er zo goed uit. Ribs. Oh, dat is misschien vanmorgen. Ja. Ik ga vandaag een keten heen. Met mijn brownie. Ja, brownie, ja. Wat vind je dat? Lekker. Is hey, mijn pech. Vanaf de 2 oven. Wat? Ik? Oh my god, van de 2 oven. Nu moet ik nog een half uur hongeren. We gaan doodvallen. Maar een winkeltje moeten gaan doen. Ja, want hier met die geuren van dat eten komt dat niet goed. Ik weet niet waarom, maar dat is om 11:30 nog altijd niet open. En wij hebben zo'n honger. I want food. Hij wil het zien of dat is om 11:30. Ik wil een hamburger. Ik kan niet meer. Ik wil een hamburger. Ik wil de kieken. Het is gesloten.
Jordi, moet je ballon aan? Lookie, lookie. Een ballon? Ja, misschien wel. Ik wil ze allemaal aan. Hoe je wil ze allemaal aan? Ja, dat is goed, hè? Ja, hè? Ik kan het allemaal zo rondlopen. Nice. Ja, hè? Super nice. Kijk naar mijn spannende ballons. Je ziet Jordi varen niet meer stomen van al de ballons. Waar is Jordi? Zoek Jordi. Die heeft Moana. Die heeft van me van Moana. Maar niet van dat hè. Ah ja. Van die Moana. Kist er mis mee? Die is schonde. Ah ja, maar dat is een andere reeks hè. Dat, is, zelfs, dat is Moana in het klein en dat is Moana in het groot. Ja. Ja, in het groot is beter hè. Ja. Veel beter. Ja. En dat ziet er ook al zo uit hè. Ja hè. Veel beter. Ja. Zeg wel. Kijk, hij kan nog een bootje maken. Van de verpakking. Blijkbaar. Dat is een milieuvriendelijke verpakking, want je kunt nog iets doen met de verpakking. Ja, blijkbaar. Leuk. Zat er hier een groen van letters op? Oh, ja. Moet doen. Ja. Oh, hey, de Mark Twain. Maar de Mark Twain is de Molly Brown voor het ogenblik. Dat is Molly Brown, ja. Ja, weer één. Dat is voor dus te pesten. Maar ja, ja, nee. Echt, hé? En dan rook dat zo goed in een barbecue. Maar hou zweet, hè. Van hier zo'n lopen kwillen dat ik er zelf over het plaatsen. Ben je al te laat? Ja, hel die camera in het kwil hier. Ja. Op roper zien we. Waarom? Ja, gewoon omdat dat top is. Het is weer de shopping time hier. Ja. Oh ja. Maar ik hoef ze bij Philips en fritten nog uit mijn peen. En met dat toch niet. Wat een beetje, niet veel hè. Een beetje. Ratatouille. De hele collectie. Zo. Koek mini. Een muffin. Wauw. Zijn ze al muffin, hè? Ja, ik zie het. Ja, hé, maar de met Remy erbij. Het zal wel zijn. Heeft weer veel plezier, hè? Ach, ja, dat doet toch altijd. Leuk. Zal wel. En zo ga ik en Jordi een beetje aan tafel zitten. Hè. Ja. Die Brun, dat is ik en Jordi is die bloem. Ik zie een beetje zwaarder op Jordi, dus. Easy. Hoe is het met Remy? Hoe? Ja, hij is niet spraakzaam vandaag. Toch is kort. Disneyland Paris. Hè? Dat geknikt vandaag. Ja, we zijn de potten aan het roeren. Ja, nee, nee, is een soep aan het maken. Ja. Hier rijdt Disney Chef. Ja. Inderdaad, Disney Chef. Jordi zoekt een vest. Een jas. Of in zijn Antwerps gezegd, een frak. Een frak. Ik heb nu echt een frak, want mijn vest is een frak. Hey, ba. Dat is een Mickey-kop. Voor een zo'n Mickey-kop te zoeken. Oh ja, hier. En is dat lekkerder? Ja. Alles is lekkerder op Mickey format. Hé. Ja. Dat is hé. Weet je waarom dat goed is? Van dat ik eens zeg. Je kunt daar een pot crème in steken. Je kunt dat in je vriezer stoppen. En je kunt dat dan als wat. Alsjeblieft, zeg. En je kunt dat dan zo serveren aan een meisje. Ja, dat is leuk. En dat je toch geen Disney van zet op bezoek bij jou. Ja, dat kijken ze een keer horen, maar het is een ja, pof. Maar ja. Zijn toch een pof. Who is the boss? Mickey is de boss. Ik moet zo dat zijn, ik zie de boos. We zitten met een dilemma. En dat is de mis van de boos. Mis boos. Ik vind het nog gelijk. En Bambi is cute. Met een dilemma. Ja, he, dat zijn schone potjes voor voorgerechtjes mee te doen. Ja, maar zou je dat kunnen in de oven steken? Vraag aan ja, Disney, nee? Maar Disney gaat niet antwoorden waarschijnlijk van kan dat in de oven ja of niet. Ik vind het niet terecht op de verpakking. Nee. Theorie moet dat erop staan. Ovenbestendig. Maar het staat wel niet bij het keukenmateriaal. Dus ik denk dat dat niet gaat kunnen. Dat zou kunnen. Nieuwe t-shirts.
geperste Mickey Mouse. Ja, was er gewoon ingeperst onder hoge druk en warmte. Had er iemand een strijkijzer? Ja, het zou kunnen zijn als je een strijkijzer neemt dat de tekening weg is. Hè. Hetzelfde voor deze. Hè. Dat is ook zo. Hè. Maar het voordeel is, het is nu wel een goedkoop souvenir dat je hebt. Ja, dat wel, maar ja, je zou toch liever aan dat die tekeningen bluft. Ja, ik eigenlijk ook. Ja, daarvoor een kopje dat. Hè. Hier staat er niks op de achterkant. Anders zei je niet, ja. Op deze staat er wel wat op de achterkant. Ja. Het is wel een leuk idee. Ja, hé. Dat wel. Het is wel mooi dat je dat zo ziet in de winkel. Het is heel mooi. Een beetje onopvallend. Maar inderdaad... Vrees ervoor dat je dat wast en dat je dat warm strijkt, dat dat... Kijk, ja, nu zie je dat probleem, zo, he? En ik ga er nu zo aankomen. Ja, he? Dat is plat, mensen. Dus ja. Vrees het ergste. Het idee is leuk. Dat wel. Maar het is wel beter dan een print. Ja, dat is waar. Dat gaat er ook af, hè? Ja, het... Dat is een feit.